En al de onderdelen van deze woning die zijn uitgefreesd met de zogenaamde computergestuurde frees. Dus het heet ook wel een CNC-frees. En het grote voordeel van deze techniek is de extreme nauwkeurigheid. En daardoor kunnen alle verbindingen op basis van wrijving in elkaar worden geklikt. Dus hier is geen enkele schroef of geen enkele druppel lijm gebruikt om dit te assembleren. En dat assembleren zou ook door de toekomstige bewoners zelf kunnen gebeuren. Dus het enige wat je daarvoor nodig hebt is een rubberen hamer. Zoals je ziet heb ik veel gekeken naar de bestaande Haitiaanse klassieke architectuur. Wat je ziet is dat daar heel veel decoratie wordt gebruikt. En dat is in deze woning op een moderne manier geherinterpreteerd in de vorm van ornamentiek. Dus er is nergens een esthetische decoratie opgeplakt, maar overal spreekt de detaillering voor zichzelf. Het dak heeft een vrij bijzondere vorm, maar dat heeft ook een reden. Dit is de vorm van een hyperbol. En dat maakt het mogelijk om alle zonnestralen, in Haiti heb je uiteraard heel veel direct zonlicht, om die te focussen op één lijntje. En daar hoort een zwart buisje te lopen waar water doorheen stroomt. Dat kon niet hier omdat de hoogte van deze zaal, zoals je ziet, vrij klein is in verhouding tot het huis. En dat water kan dan aan de kook worden gebracht. En op die manier wordt het gedestilleerd, dus dan heb je schoon drinkwater. En dat kan ook een stoomgenerator aan zwengelen. Dus op die manier heb je ook elektriciteit. Dus met die drie ingrediënten, dus een dak boven je hoofd, energie en schoon drinkwater, heb je eigenlijk alles wat je nodig hebt vlak na een ramp.